boeren, burgers en buitenlui en ook binnenlui. Welkom op de streekmarkt van Spijkenisse. Het is alweer het tweede jaar dat deze streekmarkt georganiseerd wordt bij de kinderboerderij. Er zijn diverse lokale producten te proeven. U kunt wijn kopen, kaas, er is een stoelenmatter, er is een mandenmaker en er zijn foodmarkts met onder andere een paningroker. Vergeet u niet ook even een lekker zuurdesembroodje te kopen. Geniet ervan, er zijn optredens van lokale dansgroepen, er is muziek, er is zelfs een discjockey en de zon schijnt vandaag geheel gratis. Zegt het voort, zegt het voort. Eindig je hier. Ja? En stoten. Nou, we gaan de eerste technie doen. De blok vastgepakt. Hele goede middag weer bij House of Geek. Mijn naam is Andreas van Beek, ik ben de eigenaar van House of Geek. En House of Geek brengt de mooiste pure natuurproducten van Kreta naar Nederland. Nou, wat hebben we eigenlijk allemaal zoal? Dat is natuurlijk pure olijfolie van Manolakis, waar je mee kan bakken. Warme kruidengerechten, salades, op brood en zelfs op je huid. Nou, we hebben ook heerlijke schapenkaas, graviera. We hebben biologische balsamico, biologische kruiden. Ecologisch aardewerk, nou eigenlijk veel meer. Dus zou eigenlijk zeggen van kom een keertje gezellig naar House of Geek. We staan vandaag op de streekmarkt in Spijkenisse, maar je vindt ons door heel Nederland. Hallo, ik ben Corrie Anderweg. Ik ben freelance bloemiste. Ik werk onder de naam Madame Kalla Vormgeving Natuurlijk. Ik maak alles van natuurlijke materialen en vooral ook met spullen die ik in de natuur vind. En ik geef er mijn eigen hele creatieve draai aan. En ik denk dat dat een beetje mijn kracht is. En u staat overal op braderieën? Nou, vooral streekmarkten. Net zoals de Landbouwdag in Roon. En dit vind ik ook heel erg leuk. Ook de kerstmarkt in Heenvliet. Dus af en toe een markt. En ook de Swanmarkt in Rotterdam staat dan af en toe. Dus zo blijven we lekker bezig en ik werk ook in een bloemenwinkel als freelance bloemist. Ik ben boerin. Ja.
gebruikt wordt. Ja? Nee. Nee, je moet het terug. Misgeprikt. Ja, je moet het terug. Precies, dus de zin.